Yo jongens en meisjes, tof dat je kijkt naar een goed nieuwe vlog. Ik ben terug, maar wie dat dacht dat ik mijn konijn op de feestdag ging opeten? Die is toch fout, want ze zitten er nog. Bella. Bellatje. Stella. Maar voor mij nu. Stampelina. Sorry, ik was even aan het denken. En Sander zit binnen. Nice. Really nice. Ik heb mijn lampje ook op haar armen niet vast. Is beter. Hey, meisjes. Meisjes. Oké, ik zal je weer terug tot 7. En voor de mensen dat er juist niet konden volgen over wat ik het had, laat me het uitleggen. Ja, wat ik dus straks zei over de konijnen, dat die nog niet opgegeten waren. Ik had van een week een grap gemaakt in een video van mij, van dat ik zei van, ja, goed eten tegen de feestdagen, want dat ga je goed kunnen gebruiken, of zoiets in de naard. Schiet me niet af als het anders was, maar zoiets in de naard. En nu dacht ik van, ik laat het zien dat ze niet opgegeten zijn. Voor de mensen dat dachten wel, dat dat wel ging gebeuren. Of dachten van, oh, hij maakt gewoon een grap. Nice. Mijn cameraclip is kapot, kijk. Hoor. Tegenover als ik deze doe. Nu is deze ook ingeduwd, dat moet niet. Maar ja, maakt niet uit. Hoppa. Vandaag heb ik niet veel kunnen doen. Weer al voor mijn vlog niet. Ik ben aan het denken. Het is 9:15, maar sorry, ik was altijd naar de klok aan het staren, maar het is niet wat ik wou zeggen. Het is 9:15, jongens, dus wat ik wel heb, en zo, ik heb altijd last gehad van fanny packs en zo, dat ze te groot waren of te groot altijd waren of te lastig. Nou, het kleinste fanny pack even het cameratasje dat ik niet meer gebruik. Gewoon. Hupsakee. Wacht. Niet te breed. Niet te groot. Gewoon. Hupsa. En er kan alles in wat erin moet. Er kan niet echt alles in. Want ik heb in mijn zakken ook nog mondmaskers zitten en zo. Maar er past wel genoeg in. Om wat erin moet passen. Ik weet niet dat jullie het zien. Ik heb mijn dingen niet op mijn camera zitten. Wacht even. Ik heb even mijn camera. Upsa. En. Upsa. Zo, kijk. Dan zie je het beter. Check. Er zit gewoon een grief in dat ik nodig heb. On a go. Ja. Ah, ik ben mijn horloge niet meer. Dat is te boven. Ik heb ik al even niet meer aangehad. Even echt ergens naartoe te gaan waar dat ik een. Rugzak voor nodig heb. Ik heb ook geen grote rugzak, maar gebruik ik gewoon daar dat tasje dat eraan hangt, deze hier. Dat is een fanny pack dat eigenlijk even groot is als de borstkas. Zo ongeveer tot een, zo. Dus dat valt nog mee. En als ik echt moet weggaan om te filmen, gebruik ik natuurlijk wel mijn cameratas dat hier achter ziet staan. Dus ja, dat is nice. En het is altijd als ik mijn vlog start, dat ik naar de wc moet. Dus ja, ik ga zo niet naar de wc moeten. Oh. Het is altijd als ik mijn vlog start, hoe laat is het? Oké, dat kan nog wel. Het is echt groot dat mijn camera op kapot is. Het is gewoon als ik het erop zet, ik kan het niet filmen. Soms valt hij er dan af als je dit een klein beetje zo aanraakt, valt dat er al af. Dus dat is echt dat ding. En hoe meer dat ik dit nu ga doen, hoe slechter dat het gaat worden. Maar zelfs als ik zo doe, ja, nee, toch niet. Maar zelfs als ik zo doe, dacht ik dat het erin ging, maar blijkbaar niet. En voor de rest, ik heb nog altijd iets gepland dat nu al verjaard is. Nee.
dat het nu al een week oud is. En ik heb gisteren in de vlog gezegd, of eergisteren, I don't know, dat ik hier een boeksknip en dat daar alles ging inplakken wat ik geplant had en dat een week oud ging zijn. En nu is dat nog niet echt een week oud, want het is nog maar zaterdag. Ik denk altijd dat het zondag is. Maar ik had er toch alleen aan, want ik weet nu dat dat nu al niet meer gaat lukken. Tot dingen. Zou ik moet zien wanneer ik dat ga doen, maar het gaat volgende week weer regenen. Dus dat zal even in mijn contentboekje blijven liggen. Voilà. Voor de rest. Nou, ik heb eigenlijk maar één content. Echt één ding dat ik wil doen. En voor de rest heb ik hier nog die plat. Maar die laat traag op. Hallo. Wat is dit? Deze is zelfs nog voller en die... What? What's happening, world? I don't know. Die laat mijn powerbank op. Dat is nu nog een snel laten. Oké, raar. Maar ja, ik moet naar de wc. Ik heb een rare smaak in mijn mond. Hij is ook wat er in de fannypacks gesteekt. Kijk eens. Hup. Sleutels. Wacht. Wacht, wait. Het is eruit. Nu al. Huh? Hey. Het is er nu al uitgevallen. Wat dat meen je? Kan toch niet? Blijkbaar, want het zit er niet meer in. Mijn muntjes zijn eruit. Nee, dat meen je niet. Oké, dit was minder. Mijn batterijen zijn uitgevallen. Nou, ik moet dringend naar de wc, bro. En dan zeggen jullie, dan mogen jullie zeggen van, ga dan eerst. Maar ik wil eerst mijn uitleg doen. Tegen dat die batterijen kunnen insteken, hè. Is toch morgen vroeg. Maar wat ik aan het zeggen was, dat ik nog content heb. Dat ik wil doen, maar ja, dat ik nog altijd niet heb kunnen doen. Omdat daar ook goed weer voor moet zijn. En ook andere dingen moeten voor kunnen doen. Eigenlijk komt het dat niet echt haalbaar zal kunnen halen. En nu gaan mijn gezin niet willen doen. Snel het opstarten. Scheiße. Moet ik mijn vlog nog vol praten. Ah, ik kom maar rapper. Ik heb niet al een dag de tijd om pissen, bro. Kinderen. Ja, dan ga ik het zo beet moeten doen. Ja, het komt erop. Hier. Ja, ik ben er direct. Content, hier. Het zijn allemaal dingen dat niet lukken. En dat ik eigenlijk ook niet meer wil, nu dat ik erover denk. Ik kon het dat niet gaan gewoon, ja. Ook zo van die 12 uur challenges, dat maakte ik vroeger ook wel wat. Maar ik moet dit kunnen doen, 12 uur challenge. Nu, op de vakantie zal dat eigenlijk goed lukken. Maar ik moet dit kunnen doen. Ook als ik op school zit, wil ik ook 12 uur challenge doen. Maar dan moet ik dit kunnen doen, dat het school niet aan de kant zit. Maar dat ik wel een klein stukje van kan filmen. Dus ja, dat is moeilijk om... zeg maar te doen. En nu moet ik het naar de wc, dus ik zie jullie terug. Tot zelfs. Maar natuurlijk, als jullie nog ideeën hebben, is het altijd welkom. Ik ben even naar de wc geweest, of voor jullie 2 seconden werk. Maar voor mij heeft dat hoe langer geduurd. Huh? Er is iets raar aan de hand. Wacht je. Zo, dat is beter. Dat was iets raar. Maar ja, voor jullie heeft dat een paar seconden geduurd. Voor mij heeft dat ietsjes langer geduurd. Ik weet nog God niet wat ik kan doen. Maar I don't know, man. I don't know. Oh. Ik weet niet. Ik kan een idee, maar ik weet niet dat dat kan. Ah,
maar ik heb zelf zo'n bord, hè. Ik wou met een nerfpistool, ik heb al zo'n video gemaakt, wou ik op de tv een doelwit, een richt doelwit ding opzetten. En ook, wat ik wel kan doen is iets zoeken van een game of zo dat daarop lijkt en dat ze alleen maar niet het geschiet laten zien, maar dat ze zo, ja, zo'n spelletje eigenlijk op tv dat jij met een nerfpistool kunt richten. Kan ik wel doen, hè? Laten we dat gewoon doen. Ik eerst mijn gezin opklaar dat hij ietsjes voller is. En daarna, wat ik ook altijd kan doen, is met een andere gezin dat opzoeken. Ik ga even opzoeken en als ik jullie gebied terug, ga ik dat maken. Met mijn GoPro en zo moet ik dan klaarzitten. Ja, dat gaat lukken. Tot ziens. Dan heb ik toch een klein beetje content, hè. Snap jullie? Tot ziens. Doei. Nee, ik heb niks gevonden, jongens en meisjes. Ik wou zo een doelwit plaatsen en dan zo heel tijd laten bewegen. Op mijn tv dan, dat ik mijn nerfpistool moest raken. Maar ja, ik heb niks gevonden. Ik heb misschien gebied nog eens proberen. Maar ik zou bijvoorbeeld niet weten met wat dan. Ik heb heel tijd geprobeerd. Doelwit, 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 doelwit. En na dat tijd ben ik dan niet anders gaan opzoeken. Maar ik vond niet wat ik nodig had. Ik had echt zo'n doelwit dat ik op tv kon zetten. Dat je zo, dat de hele tijd zo beweegt door elkaar. En dat je zo mijn nerfpistool moest proberen. Maar het zal voor volgende keer zijn. Het zal voor eens een andere keer zijn. Volgende keer nog niet, maar het zal voor een andere keer zijn. Oh, joh, mijn bed kraakt als ik daarop leun. Mijn voet. Om even te krabben aan mijn voet. Maar ja, ik weet niet wat ik eigenlijk had om mijn camera te blijven. Kijk waar rond staat, was veel leuker. En dan zien jullie de achtergrond ook wat veranderen. Dus je wel achter de gronden, soms opnieuw en opnieuw en opnieuw elke vlog. Ja, dat is ook niet zo leuk, het is al donker, ja. Dus buiten kunnen we niets meer doen. Ik vraag me soms af waar een beetje inkomt. Het was zo, maar nee. Of heb ik geen idee wat ik kan doen, maar nee, spijtig genoeg niet. Ik weet het gewoon niet meer, maar ik kom niet meer op het idee. Of ik heb een idee. Ik heb gewoon, of ik heb een idee voor buiten, maar ik heb gewoon geen idee niet meer voor binnen. Lukt niet meer, man. Lukt niet meer. Alle binnen ideeën zijn op, man. Alle ideeën voor binnen te doen zijn op. Hallo. Ik was in mijn spiegel om te kijken. Maar ja. Dus ja. Wat we wel gaan doen, dat kan ik misschien wel nog vandaag doen. Dat is mijn kerstboom afbreken. En wou ik dat wel doen, dat ik dat dingetje had. Ik mis nog een dingetje voor mijn GoPro, dat ik ondertussen kon praten. Als ik dat dan doe, ben. Maar dan maak ik gewoon voor een time-lapse. Dat ik mijn camera op mijn hoofd of aan mijn mond, die GoPro, en dan ga ik mijn kerstboom afbreken. Dus nu even er een video van. Tot ziens.
minuut heb ik er maar over gedaan ongeveer om deze kerstboom af te breken. Nu alleen nog maar inpakken, maar dat is niet echt boeiend om te filmen. Waarom dat hier die onderbroek ligt? Ah ja, hier is mijn onderbroek laag en daar lag hier vol onderbroeken, zie. Maar ik raak sinds kort niet meer in mijn onderbroek laag, omdat dat hier deze bak te rommelig ligt. Dus dat is really nice. Ik ga de kerstballen opruimen. Ik ga die boom terug wegzetten. Die dingetjes. En dan gaan we met dat licht iets anders leuk doen. Ik was aan het denken om het eerst over mijn kop te doen. Nee, eerst over mijn playbuttons te doen. Maar toen besefte ik van waarom ook dat niet over mijn spiegel. Is dat niet wel leuker voor TikToks op te nemen? Dus ja, dat gaan we alsjeblieft zien. Maar eerst gaan we alles opruimen. Dus de volgende shot gaat waarschijnlijk hier aan de spiegel zijn. Dus tot ziens. Doei. Oké, we zijn terug en de ketting hangt. En kerstdingen zijn allemaal ingepakt. Die staan hier. Kijk, op zakken. In een zakje gedaan. Dat is beter dan dat plastic dingetje waar dat je ze moet in. Op de juiste plek leggen. Maar ja, deze kan ik aandoen. Kijk hoe mooi. Maar dan vrees ik wel dat ik het licht even moet uitdoen. Zie, rond de spiegel. Kijk hoe mooi. Natuurlijk kan ik wel even het licht terug aandoen zonder dat ik val. Kan ik zien waar ik het licht heb gelegd. Lichtje, meestal leg ik die hier of zo. Hier zit een lichtje. Plaat ik dat hier bovenop. Oops, hè. En dan. Dan zien jullie het ook. Super mooi. Kijk hoe mooi. Ik probeerde zo wat dingen kerstmuziek te maken, snap jullie? Maar kerst is natuurlijk voorbij, dus dat is gewoon mooi voor aan mijn spiegel te hangen. Aan mijn spiegel te hangen. Dus ja. Dus terug hier leggen. Deze moet ik dan wel nog een plek voor vinden om dat weg te gooien. Voor de rest moet mijn GoPro-spel terug inpakken. Dat is wel een ding dat ik nu ook weet dat ik moet wegsteken. Dat is een pak zakdoeken bij mijn GoPro-spullen. Want kijk, als ik nu... wacht, dat licht even terugpakken. Ik dacht dat mijn camera viel. Ik hoorde het laat, dus ik dacht dat mijn camera viel. Als ik nu, zoals nu... mijn mouwt heb gebruikt, hangt dat vol slijm. Dus dan moet ik dat afspoelen voordat ik me wegsteek. Ik ga dat sowieso in een apart zakje steken, want ik heb toch zakjes genoeg. Hop, jullie gaan mee. En ik heb hier een heel pak zakdoeken dat ik dus gekregen heb. En met dat snotteren heb ik er wel een paar opgebruikt. Maar ik heb altijd een pak bij mijn dingen steken. Upsa. En als ik nieuw nodig heb, dan koop ik een nieuw zakdoeken. Upsa. Want hier heb ik ook nog. Oh, hier heb ik nog een vers pak liggen. Oh. Nu ga ik dat even met mijn oude pak afspoelen. Upsa, hier liggen. En dan moet ik nog even naar wat achter lopen. Dat kunnen jullie wel zien. Upsa. Ik heb hier mijn verzameling van zakjes. Ja, dit is goed voor de mount, hopelijk. Ups, ik steek mijn GoPro ook ergens apart in, dus ja. Dit is mijn alpak zakdoeken. Upsa. Upsa. Pak ik dat vast. Haal ik dat eraf. Droog ik dit maar af. Ja. Dinges ik dit wel af.
voilà. Dan pak ik de zakje. Hupsa. En dan heb ik dat. Oké, het is geen echte mount. Maar ja, ik kan het er gewoon op een gewone mount opzetten. En kan ik het zo met mijn koffertje steken. Hupsa. Deze is ook iets handig. Deze is voor een GoPro. Hupsa. Als die vijs wat vast zit, dan kan je makkelijker losdraaien. En wat ik nu eigenlijk mis van onderdeel dat ik te strak zei in de vlog, dat is als ik deze vijzer eraf krijg, kan ik het laten zien. Hupsa. Hupsa. Dat is dus dit. Kijk, ik heb dit en dan zet ik mijn GoPro erop. Maar het ding is, het eerste verschil aan dit en dit is dat die onderkant, deze heeft zoiets dat je op al die statiefjes kunt zetten. Al die statiefjes met dit. Maar op dit staat deze. En dat hebben niet alle statieven. En het ding is, met deze kan ik mijn stem opnemen. Met deze, want ja, dan staat mijn micro open, maar met dit zit mijn micro toe. Dus dan kan ik mijn stem niet met opnemen. En dat is een onderdeel. Amai, ik mis dat zoiets ongeveer. Maar dan, dat kan vastvijzen op dat ding dat ik tussen steeds zie. Wow, joh, dit was even niet goed. Zal ik het even terug erbij pakken van mijn GoPro. Dat er hierin steken. GoPro terug wegsteken. Dus alles terug wegsteken. Mijn vijzer in een apart zakje. Wat ik nog vergeten ben, maar dat maakt niet uit. Dus dit. Dit plak je op. GoPro hier. En dan hangt je dit erop. Nu hangt het buiten het zakje. Dat is ook wel grappig. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb ook deze. Dan kan ik ze op mijn arm zetten. Of op mijn hand kan ik goed vasthouden. En dan kan ik eigenlijk zo ook vlogs maken als ik dan ergens ben en ik moet mijn hand ergens gebruiken om het te pakken, kan ik dat even pakken, kan ik verder filmen of zo, I don't know. Dat is ook wel eens leuk om te doen. Of zoals ik dus liet zien binnenkort, als ik dat ding dan heb en als dat goed past, hopelijk normaal past dat, maar toch kan ik mijn mondmount nog gebruiken, maar dan kan ik ook ietsjes betere shots maken dan dat ik nu doe. Want nu kan ik mijn GoPro niet gebruiken voor stem. Pardon. Dus ja, dan kan ik mijn GoPro niet zoveel gebruiken. Alleen maar voor sfeershots. Maar de meeste mensen willen wel dat je het kunt zeggen nog. Dus ja, deze is ook nice. Eigenlijk vind ik welk dat ik het niceste dingen vind. Het beste dingen is deze. Al heb ik hem nog niet kunnen uittesten. Ik ga nu, als ik dat ding heb, zowat alles proberen is uit te testen. Ook in de vlogs te laten zien. En dan misschien eind van volgend jaar. Eind van dit jaar, want het is al een jaar verder. Eind van dit jaar, dus december dit jaar. Of misschien, ja. Kan er een video online komen dat ik zeg welke beste dingen zijn. Maar daar moet je nog wel een jaar op wachten. Sorry dat ik dat nu al zeg. Maar het kan zijn dat ik dat in de zomer ook eens doe of zo. Een video kan doen. En dan is het maar 6 maanden dat je moet wachten. Want ja, in de zomer kan ik de meeste van mijn statiefjes gebruiken. Nu heb ik dat eens gekocht. Alleen nu heb ik dat gekregen. Voor gewoon. Dan heb ik dat al. Ik kan nu ook sommige statiefjes gebruiken. Maar in de zomer gaan we dat keihard rocken, jongen. In de zomer. Dan ben ik nu al een kitje aan het klaarmaken voor in de zomer te rocken, bro. 2022, de zomer, vol echt vol content. Dat moet vol content gaan. Dat moet breken. Ik moet dat kunnen breken. Ik hoop dat alles lukt. Dat ik nog eens naar de Ardennen kan, nog eens naar de zee kan. Andere dingen kan doen. Andere content kan maken. Andere plekken vinden met content kunnen maken. Gewoon dat ik iets anders kan. Misschien als ik corona meezit, misschien is naar buitenland, maar dat is een concept dat je
kunt zeggen van, oké, je hebt dat nu gezegd, maar moeten wij dat nu denken van, dat gaat komen of niet? Nee, het kan. Het is een grote kans dat dat niet gaat komen. Maar hopelijk kunnen we dat wel eens doen. Maar datzelfde zoals in de Ardennen of aan de zee. Mooie shots te maken. In het buitenland heb je... Oké, dat is nog niet op mijn kanaal getoond. Maar aan de zee kun ik ook keiveel shots maken. Leuke shots. En in de Ardennen ook. Met alle spullen dat ik nu heb. Oh, ik ga niet wachten tot ik die spullen kan uittesten. Dat ik dat dingetje heb. Want dat dingetje ben ik eigenlijk op het wachten. Ik moest normaal gisteren... Wacht, is vandaag 1 januari? Ja, gisteren komen. Maar dat zou waarschijnlijk pas de 3e komen. Dus maandag, denk ik. Maar eigenlijk had ik dat al graag dit weekend gehad. Dat ik op dit weekend alles wat kon zien. Hoe dat ik het best kon gebruiken en zo. Dat ik volgende week gewoon kon rocken. Dat ik volgende week gewoon vol content kan steken. Dus hopelijk heb ik het maandag. Dat ik het maandag kan uittesten. En dat ik het van de week ergens kan gebruiken. Dus ja, ik ga even mijn spullen verder wegsteken. Wat ik eigenlijk moet doen tijdens dat ik aan het uitleggen was. En dan zie ik jullie subiet terug. Het kan zijn dat... Nou, het is morgen. Ik denk altijd dat vandaag al zondag is. Ik weet niet hoe dat komt. Vandaag ik vrijdag... Dat er vrijdag veel mensen thuis waren. Allee, ik weet niet bij jullie, maar bij mij hebben ze gewoon verlof gekregen. Alle twee. Dus ja, dan zaten ze thuis. Alle twee? Of alleen mijn vader? Weet ik niet. Alle twee dacht ik ja. Dus ja, dat was nice. Daarom denk ik nu dat gisteren maandag. Dat gisteren zaterdag was en vandaag zondag was. Zondag is, sorry. Maar ook heb en dat vind ik wel braaf. Dat is een selfie stick, maar deze is echt met een selfie dingen gedoe. Ik had vroeger, alleen nu nog, had ik deze en dat is ook met een selfie stick. Maar het ding is, kijk deze, die komt op mijn nek tot hier. Ik wacht, hoe filmt je dat? Zo is ze met het beeld. En kijk als ik die andere uittrek. En ernaast leg. Upsa. Kijk jongens en meisjes. Zien jullie ongeveer? De twee verschillen. Ik ga wat verder zitten. Zie. De onderste is dat ik al lang had. En de bovenste is dat ik juist heb. Die bovenste gaat veel verder. Dat is ook nice voor eigenlijk foto's te maken. Ik heb al een wijdhoeklens. En nu kan ik eigenlijk, als ik foto's ga maken, even mijn gezin uit de stekker trek. Ik draai er even mijn fotostatief op. Statiefje voor mijn gezin draai ik er even op. Zo was het. Als dat lukt. Oh my god. Het is moeilijker dan ik dacht. Ik hou wel even dat vijsje vast. Zo. En dan draai ik dat vijsje vast. Oh nee, nu ben ik het terug los aan het draaien. Voilà, zit het ongeveer vast. Zet ik dit los. Ik kan dat zo. Even mijn gezin er eerst op zetten. Eigenlijk voor de beste view is wel de achtercamera. Maar voor nu pak ik even de selfie camera. Want het is ook een selfie stick. Dus ja, pak je de selfie camera. Nu moet ik eerst even zien op film hoe dat ik het best mijn dingen kan zetten. Staan op filmstand van te strak, want ik heb de strak met deze vlog in deze voor deze vlog shots gemaakt buiten, dus ja, van mijn konijnen. Ja, als het nog gewoon worden is dat statief. En dan kan ik wel ver shots nemen. En dan heb ik mijn wijdhoeklens nog niet aan. Waarom staat dat op? Ik heb er toch nooit zo foto's getrokken. Ik trek altijd foto's zo wijd. Koe wijd? Nee, zo wijd. Voilà. Nu heb ik al een grote view. Maar als ik dan op wijdhoeklens zit. En ik ga dan zo. Dan ben ik echt een stip bijna in mijn foto.
Nu moet ik even zien of ik er een timer kan opzetten. 10 pakken we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, is ook in beeld gekomen tijdens dat ik die foto trek, als ik het niet vergeet te editen. Bijna hele scherm hier niet. Zie, hier zie je nog de camera staan. En hier zie je nog de GoPro-spul dat naast mij liggen. En zelfs mijn nachtkastje dat hier staat. Hoe nice is dat? Je kunt gewoon keiveel zien met deze wijd, brede dingen. Natuurlijk, dit is niet de view dat je krijgt met een gewone gsm, want ik heb nog een wijdhoeklens erop staan, automatisch. Dus nieuwe functie van Samsung, hè? Dat heeft iPhone hier langs de voorkant. Ik weet dat niet. Ik ben daar niet zo mee bezig. Veel op TikTok zie ik van die video's, iPhone is beter of dit is beter, kan niet goed zitten. Maar voor mij maakt dat niet uit. Ik ben altijd Samsung, vanaf dat ik eigenlijk, nee, niet Samsung, maar wel Android gewoon, Huawei. Dan had ik een, ja, ik heb zo'n video erover gemaakt, moet maar eens opzoeken. Giants gsm's of GVL's gsm's of mijn gsm's, maar dan onder mijn naam. Huh? Moet maar eens opzoeken of equipment of zo. Equipment, ik zet het misschien in het i'tje. Als ik het niet vergeet, zet ik het in het i'tje. Dat kan ik wel vergeten. Want dat, ja, ik check mijn vlog wel, maar wanneer dat ik het online zet, kan het zijn dat ik het wel verkeerd ben. Nu ga ik even alles terug wel wegsteken, want nu ben ik al ver aan het afdwalen van wat ik eigenlijk... Eigenlijk wou ik dit koffertje gewoon toe doen en klaar is Kees. Wegsteken en klaar is Kees. Dus hopelijk krijg ik het maandag of zo binnen, want maandag is er eigenlijk veel besteld. Maandag hebben ze veel besteld. Dus ja, ze denken dat dat maandag binnenkomt. Maar ik hoop eigenlijk vlugger, maar ik vrees ervoor. Want dat is maar één dingetje van 4 euro. Dat is een klein dingetje van 4 euro. Dat is duur voor zo'n klein dingetje. Maar ja, ik heb het nodig. Dus ja, ik zie je bij terug. Tot zeven. Doei. Ja, jongens en meisjes, ik ben terug. Maar niet voor lang. Ik zie jullie morgen terug, vindt abonneren, vind je een blauw duimpje omhoog doen, druk ook of op dat beltje naast het abonneerknop. Zijn jullie altijd op de hoogte van elke video die ik upload, zie ik jullie morgen terug en zeg ik zoals altijd, GG, out, laters.